luistert naar de naam Cuba. Ja. Na Leuven reist ze door nog naar Polen om daar nog een toernooi te spelen. Voilà, we zijn klaar voor onze Women's Singles finale tussen Wien uit Vietnam en Missy uit Japan. Goedemiddag iedereen, welkom in Sportoase Leuven voor de finales van de Yonex Belgian International Open, de 17e editie intussen. En we gaan kijken naar een samenvatting van de finales van dit badmintontoernooi met een zeer grote vertegenwoordiging van Aziaten in die finales. En dat is niet helemaal een verrassing, want in Azië is de sport razend populair. De eerste finale is het vrouwenenkelspel, waar we hadden gehoopt dat Lianne Tan erbij zou geweest zijn, maar dat is haar niet gelukt. Het wordt een finale tussen Nguyen uit Vietnam en Mizui uit Japan. Vietnam tegenover Japan dus. De Japanse in het blauw. En het eerste puntje in het eerste game is meteen voor de Vietnamese. En het is precies die Vietnamese, Nguyen, die Lianne Tan heeft uitgeschakeld in de kwartfinales. Ging vlot naar de finale, die Nguyen, telkens in 2 gewonnen games. Ging vlot, behalve tegen Lianne Tan, waar ze toch wel het meeste moeite mee had. Het was haar lastigste wedstrijd. Spijtig. Een beetje spijtig voor Lianne Tan dat ze tegen die Nguyen wordt uitgeloot. Want Nguyen die was er ook bij op het WK in Tokio in augustus, waar ze de 16e finales heeft gehaald. Nu intussen dus 2-0 voor. Haar tegenstandster, de Japanse Mitsui. 22 jaar, talentvol, maar eigenlijk een paar jaar... Ja, blijven stilstaan door corona. Was een heel goede junioren. Was onder andere 6e reekshoofd op het WK bij de junioren in 2018. Maar toen kwam er dus dat grote COVID-probleem, waardoor ze veel minder wedstrijden kon gaan spelen. En dat heeft toch wel ervoor gezorgd dat ze een beetje is gestagneerd in haar ontwikkeling, in haar zoektocht naar de top. Ze staat voorlopig 135ste op de wereldranglijst. Dat is toch wel een pak verschil met Nguyen aan de overkant die bijna in de top 50 kan gaan standhouden. Net niet nog 54ste, dus zit daar kort bij. Eens kijken. Mooie rally. En Mitsui die het puntje binnenhaalt. 3-2. Spannend voorlopig in het begin van deze finale. Five, three.
Service over. 4-5. Play on. Service over, 6-5. Service over, 6-7. Service over, 8-6. Service over, 7-9.
Service over. 10-7. Thank you. Playing. Service over, 8-10. Service over, 11-9, interval. Twenty seconds. Thank you, coach. Thank you very much. Eleven, 9. We hebben intussen een sprongetje gemaakt in het eerste game. We komen er opnieuw in bij een 11-11 tussenstand. Dus spannender kan eigenlijk niet. Het gaat helemaal gelijk op. We hebben een paar foutjes gehad van Nguyen. Waardoor Mitsui toch weer meer in de wedstrijd 12, kwam. En 11. Ze neemt nu zelfs eventjes de leiding over. Hirari Mitsui, 22 jaar dus uit Japan. Heeft een makkelijke halve finale achter de rug tegen de Estse Kuba. Kost daar weinig moeite om door te dringen. Maar ook dus haar tegenstanders had maar 2 games nodig om die finale te bereiken in de halve finale. En ook in allerhande wedstrijden deed ze in 2 games. En dit was een spannende finale en buiten Mitsui. Service over. 12-12. 12-all.
toch nog even over Lianne Tan, die dus verloor tegen deze Nguyen uit Vietnam in de kwartfinales. Dat was toch wel jammer, want zeker in de in het eerste game zat er meer in voor Lianne Tan. Het game verloor ze maar nipt. 24-22. Maar dan begon toch wel een beetje de vermoeidheid door te wegen bij haar in die kwartfinale. Want de wedstrijd daarvoor had ze maar liefst 1 uur en 23 minuten op de baan gestaan. Terwijl Nguyen twee wedstrijden gespeeld had samen om aan die 1 uur en 23 te komen. Dus zij was veel meer uitgerust. En dat speelde vermoedelijk toch wel een rol voor Lianne Tan, die er dus uitging in de kwartfinale met 22-24 en 12-21 verloor ze van Nguyen, die nu dus in de finale staat en leidt met 13-12. Een goeie bij de opslag. Ja, niet over het net. 14-12. Was goed geprobeerd om die helemaal naar de andere kant te sturen, de shuttle. Maar kwam dus niet over het net. En die gaat buiten. Dus het blijft alle kanten uit kunnen gaan. Leuke finale tot nu toe. Ja, er zijn toch twee foutjes na elkaar voor Nguyen. Waardoor Mitsui weer terug kan komen. Eigenlijk even een minder moment voor allebei nu. 15-14. Kunnen allebei wel een opkikker gebruiken. Zowel de Japanse als de Vietnamese. Ja. Opnieuw gelijk, Mitsui. Misschien is dit dan toch een toernooi voor haar, waar ze kan bewijzen dat ze veel beter kan dan die 135ste plaats op de world ranking. Ze kon het ooit. Als je zesde reekshoofd bent op een WK, weliswaar bij de junioren, dan weet je dat je talent hebt. Service over. Dus misschien komt het er hier wel helemaal uit straks in de finale. Ja, en niemand van de twee is in staat om een kloofje te slaan. 16-16. Op dit moment meer door kleine foutjes dan echt goed spel. Nieuw zo. Die shuttle die hier net buiten de lijnen gaat. Was nu toch wel iets te veel in de laatste 5-6 punten, laat ons zeggen. Wel een leuke rally. Wie gaat die naar zich toe trekken? Mooi van Mitsui. Goed gehaald van Nguyen. Ah ja, knap. Net over het net. Mooi punt. Misschien wel het mooiste van deze game. 17-16.
Maar dit kost toch wel wat kracht hoor. Het is even tot het uiterste gaan. 17-17. Even recupereren, even een dweilpauze ook. En ze zullen het allebei nodig hebben. Een goeie mag er opnieuw aan beginnen. We komen stilaan bij de eindfase, want we spelen naar 21 punten. En een verschil van 2 punten om dat game binnen te halen. Dus het zou wel eens kunnen dat we verder gaan boven 21. Service over 18, 17. Dus ook boven 21 moet er een verschil zijn van 2 punten. Behalve als we naar de 30 gaan. Want bij 30 is 1 puntje voldoende om niet tot in de treuren door te gaan met een game. Maar zover zijn we dus nog lang niet. Heen en weer, opnieuw 18-18. Is het hele verhaal van deze game eigenlijk kloofjes slaan is moeilijk. Als ik het goed heb, is er geen enkel moment geweest dat in deze game een van de twee meer dan 2 puntjes heeft voorgestaan. Cruciaal moment misschien wel, komt dichtbij nu als Mitsui het volgende punt kan maken. Dan zet ze een Nguyen toch wel heel erg onder druk. Kijken wat het wordt. Met de opslag van Mitsui. Beetje in verdediging. Dat doet ze natuurlijk. Ze probeert die bal nog wel. En ze probeert die shuttle nog wel te halen. Maar dat is ook het enige wat haar lukt. Mitsui. 19-19. Het betere aanvallende spel deze keer van Nguyen die ja, op een cruciaal moment toch wel weer gelijk maakt. Want 20-18 is een wereld van verschil ten opzichte van 19-19. Dat moet ik niet zeggen, dat weet u ook wel. Money time. En Nguyen slaat toe. Mooie aanval. 20-19. Heel mooi en snel afgewerkt. Kijk maar eens. Helemaal vrij daarop links. En daar maakt ze handig gebruik van. En dan zitten we op game point. Voor de Vietnamezen. Maakt ze het af of krijgen we toch weer een gelijke stand? Aanval en ja, het is binnen. 21-19 voor Nguyen. Zij wint het eerste game. Nipt, maar na het einde toch wel verdiend. Daar was zij de beste, zeker in die laatste 2 punten. Aanvallend de betere. Nguyen heeft dus dat eerste game gewonnen tegen Mizzi uit Japan. Veel bevochten natuurlijk, dames en heren. U hebt het kunnen volgen, 21-19, dat belooft voor het tweede game zo dadelijk. Ik maak graag nog wat reclame voor de Belgian Beer House. Dat is doorlopend geopend tijdens deze finale dag. U vindt het op de eerste verdieping hier in de Spotoase. Maar dames en heren, heel belangrijk, u moet uw drank daar nuttigen, want er mogen geen glazen of geen flesjes mee in de zaal worden gebracht. Dus als u het Belgian Beer House gaat bezoeken, doe dat, want het is een aanrader. Daar even blijven tot uw drankje op is. Geen glazen, geen flesjes toegelaten in de zaal. Zometeen het tweede game van de Women's Singles Finale tussen Nguyen en Mitsui en onze Vietnam.
dat mensen weten het indoen. Second game, level, play. Service over, one love. Service over, one all. Service over, 2-1. Service over, 2-2. Three, two. Thank you. Five, two. Ah.
6-2. Seven, two. Eight, two. We zijn intussen in het tweede game en je ziet het, de Japanse Mitsui zit in deep trouble. Want ze staat 8-2 achter en dat is in een mum van tijd gebeurd eigenlijk door Nguyen. Die voorsprong heel makkelijk heeft uitgebouwd. De Japanse in de verdediging gedrongen zoals nu. En weinig antwoorden nog bij Mitsui. 9-2 intussen. Het gaat vlotjes. Helemaal anders dan in dat eerste game. Waar het toch wel helemaal gelijk op ging. Komt nauwelijks aan aanvallen toe. Mitsui. En het lijkt hier nu al verloren te zijn. Tenzij zij toch haar tweede adem vindt. Een Queen, mocht ze hier winnen natuurlijk, is dat geen verrassing. Op papier was zij de beste van de twee finalisten. Maar toch, die eerste set gaf toch wel een beeld van een meer gelijk opgaande strijd die er nu absoluut niet is. 10-2. Het moet nu dringend omkeren voor Mitsui. Wil ze er nog iets van maken en wil ze deze wedstrijd eventueel nog kunnen winnen? Maar zo dus niet. Ja, halverwege de tweede game zijn we aan een 11-2 stand. En dat, ja, cijfers zeggen niet altijd alles. Maar nu zijn ze overduidelijk. Seconds. 20 seconds. 11-2. Play. Wat doet Mitsui? Kan ze nog iets doen? Of is, ja, in haar mind, in haar geest, heeft ze al deze finale opgegeven. Dat zou niet mogen natuurlijk, maar het zou wel kunnen. Wordt weer onder druk gezet, maar dit lost ze goed op. Mooie rally, maar nee, het punt gaat weer naar Nguyen. Maar dit vond ik beter, dit weerwerk van Mitsui, dan ze deed in de punten daarvoor. Dus laat ons hopen dat dit toch min of meer nog een wedstrijd oplevert. Play.
eindelijk nog eens Mitsui, die 3-12 ervan maakt. Een volledige Aziatische finale dus. En dat is ja, ook een beetje logisch natuurlijk. Ik geef u maar een paar cijfers mee. Op het WK bijvoorbeeld in Zwitserland in 2019 gingen op één na alle medailles naar Azië in het badminton. Daar is ook het grote geld te verdienen. De Indische Sindhu bijvoorbeeld, die verdiende een paar jaar geleden 5,5 miljoen euro met haar sport. En naast de tennis dus was zij de op één na hoogst gerangschikte qua verdiensten. Dus dat zegt ook al wat. Dertien vier. Het is een beetje slepen naar het einde. Misschien kan ze, Mitsui dan, kan ze een koeien even in slaap wiegen en dan krijgen we nog een wedstrijd. Zoals nu, 13-5. Het moet natuurlijk met puntje per puntje tegelijk gebeuren. Veel sneller kan je niet gaan. En toch weer een beetje hoop. Je ziet het aan dat vuistje. Een paar punten op rij nu. 6-13. Het is een beetje zoals tennis natuurlijk. Als je ietsje minder gefocust bent, dan kan het snel gaan. Kan je ook een snelle omkeer krijgen. Dit was mooi van Mitsui. 7-13. Even die blik van Nguyen naar haar coach, nu. Die haar toch wel bij de les wil houden. Thank you. Korte pauze, dweilpauze ook. Dertien-zeven. Even toch dat ritme uit die wedstrijd nu. Dat is toch wel belangrijk dat een Nguyen dat ritme er even uit kan halen. Want die flow mee Mitsui was plots heel goed. Weer zo'n rally. Gehaald. En ja, toch wel een betwisting bij Mitsui. En die wordt ingegeven en dat leek me toch wel een beetje twijfelachtig. Maar geen stem die riep dat de bal buiten was. Ik dacht dat die Japanse gelijk had. Maar ja, wordt niet gegeven. En misschien heb ik het ook wel verkeerd gezien. Kijk nog even naar de herhaling van dit punt. Kan die shuttle niet goed raken, Mitsui? En daar gaat die buiten. 15-7. En dan heeft Nguyen zich toch wel hersteld van dat tussendoortje, laat het tot zo noemen, van Mitsui. Waar ze een viertal punten op een rij kon maken. Ja, en nu wel duidelijk roept dat de shuttle out is. Maar dit was ook helemaal duidelijk.
voor alle duidelijkheid, het zijn de binnenste lijnen die tellen, niet de buitenste. Dat is voor het dubbelspel. Vandaar dat de bal, of de shuttle liever, duidelijk oud was daar straks. Mitsui herstelt zich toch wel min of meer van dat povere begin in dit game. Het kan nog altijd. Maar dan mag ze echt niks meer laten liggen. En dit, laten we zeggen, laatste kwart van dit game. Nguyen dwingt Mitsui naar achteren. Moet veel meer lopen dan Nguyen. En dat bekomt haar niet zo goed. Het was een mooie van een koe. Ai, in de laatste. Het liggen. Ik dacht dat hij buiten ging. Weet dat ze een foutje maakt. Mooi wel van Mitsui. Maar dit had ze. Ja, het is zijn nipte natuurlijk. Het was het risico waard. Maar kijk, net voor de lijn. Lange rally. En afgemaakt door Mitsui. Dit is toch wel een puntje dat haar moed moet geven. 12, 17. Puntje op de fysiek. We zijn intussen bijna drie kwartier bezig aan deze finale. Dus mocht Mitsui het toch nog redden, dan krijgen we echt een marathon. Als er nog een derde game komt. Ja, dit was niet meer mogelijk voor Mitsui. En deze nog over het net te krijgen. Kijk maar. Mooi doodgelegd. 18, en dan komt Mitsui net te laat. Kon er ook nauwelijks nog bij. Het was al
Goed dat ze tot daar geraakte. Maar meer zat er ook niet in. Scheidsrechter maand de twee dames nu toch een beetje aan om voor te maken. Wil dat het minder oponthoud is. De Engelse scheidsrechter. Cotera is zijn naam. Nu nog een andere shuttle. En dan kunnen we toch weer verder. Een Nguyen met de opslag. Een Vietnamese. Staat dicht bij de overwinning nu. 19-12. Twee puntjes voor de wedstrijd. 19-12. Als ze dan afscheid moet nemen met een tweede plaats in deze finale, dat doet ze dan wel in schoonheid, hoor, Mitsui. Knap puntje. Kijk, helemaal andere kant uit met een smash en een Nguyen die er absoluut niet bij kan. En dan komen we toch op wedstrijdpunt 20-13. Serveren voor de wedstrijd voor een Nguyen uit Vietnam die Lian Tan uitschakelde in de kwartfinales. Wordt zij de winnares? Het ziet er zo naar uit. Gaat ze het beëindigen met een mooie rally? Nee, voorlopig niet. De rallies in dit laatste kwart van de wedstrijd, of toch in ieder geval het laatste kwart van deze game, zijn voor Mitsui. 20-14. Dat ene puntje, dat zoekt een Nguyen. Nog even 20. Testen of we alle gladde plekken verdwenen zijn. En dan Mitsui met de service. Goed van Mitsui gered. Maar toch in de verdediging. En nee, nog niet. 20-15. Zolang er leven is, is er hoop. Ook de zaal begint nu mee te leven met de Japanse. Misschien kan ze toch nog iets rechtzetten. Want er mag dus echt niks meer verkeerd gaan. Ze moet eigenlijk minimum 4 punten op een rij scoren om in de wedstrijd te blijven. Mitsui. Want dan komen we bij 20-20 en dan gaan we minstens naar 22 spelen. Dus ze is nog lang niet thuis. Het is gedaan. Een Nguyen wint. Nipt. Shuttle over het net. En dan beslist zij deze finale met
21-16 in de tweede set en 21-19 in de eerste na een kleine 50 minuten wedstrijd. Winnares dus, een koeien uit Vietnam. Prachtige finale van dit Women's Singles toernooi tussen Thuy Linh Nguyen uit Vietnam en Hirari Mizzi uit Japan. En de Japanse, u hebt het gezien, heeft nog alles uit de kast gehaald om er nog een derde game uit de brand te kunnen sleuren. Maar dat is uiteindelijk niet gelukt. En dus de overwinning voor de Vietnamese vijfde reekshoofd hier in Leuven. En we gaan daar toch proberen een paar korte vragen te stellen. Het is niet helemaal zeker of ze het Engels wel 100% machtig is, maar we gaan het toch proberen. Thuy Linh, please. Yeah, please. Just a little question. Tell us this final. How important was it to win this final for you? I think I'm not thinking too much about win or lose, but I will do my best every match, every saddle. Ze doet altijd haar best om wedstrijden te winnen. Ze heeft niet te veel nagedacht over het feit dat het om een finale ging. Was it your first time in Belgium? Yes, it's my first time. What do you think of Belgium? Yeah, I like Belgium. Ze houdt van België, dames en heren. Het was haar eerste keer. Een dikke proficiat. Thuy Linh Nguyen, onze winnares uit Vietnam. We zijn klaar voor de podiumceremonie, dames en heren. Wij nodigen Hans Polet, de directeur kaderopleiding van Sport Vlaanderen. En Jean-Michel Seyve, de voorzitter van het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité uit voor de prijsuitreiking. We beginnen natuurlijk met de runner-up uit Japan, Hirari Mizzi. Deze finale in het Women's Singles toernooi, de cheque met prijzengeld uit handen van Hans Pommet, de directeur kaderopleiding van Sport Vlaanderen. En een doosje pralines krijgt ze van Jean-Michel Seyve, de voorzitter van het BOIC, voor Hirari Mizzi. Winnares, u hebt ze dan net kort gehoord uit Vietnam, Thuy Linh Nguyen. Thuy Linh Nguyen mag helemaal bovenaan plaats nemen. En zij krijgt dat overhandigd door Jean-Michel Seyve. Hij mag de cheque geven van $2000 voor de overwinnares van de Yonex Belgium Open bij de vrouwen. Pralines. Voilà, de handen vol, daar gaat ze mee naar huis. Ze wint België super, dus zal ze ook wel de Belgische chocolade kunnen smaken. Daar gaan we toch vanuit. Het podium van het Women's Singles toernooi op het hoogste schavot. Thuy Linh Nguyen en runner-up Hirari Mizzi uit Japan. Over een tiental minuten, dames en heren, worden er opnieuw handtekeningen uitgedeeld. Nog eens een warme oproep om niet langs de onderzijde van het terrein op de tapijten te lopen en naar de handtekeningensessie te gaan. Maar wel bovenaan de wegen, de paden te gebruiken van de tribune en zo uw handtekening te gaan halen. Dank u wel voor uw medewerking en uw begrip. We gaan zo meteen kijken naar de derde finale van de dag.
Ladies and gentlemen, third final of today, men's singles. Please welcome our technical officials. Service judge, Håkon Høgebø, Norway.